Niet meer bezuinigen, maar investeren in de toekomst. Dat is de boodschap in de vandaag gepresenteerde begroting van de gemeente Dordrecht. Structureel ruim 6 miljoen per jaar. Maar tegelijkertijd zien we ook dat we voor de toekomst nog een extra slag moeten maken om die groei van die stad mogelijk te maken. En daarvoor trekken we nu 30 miljoen aan de voorkant uit om daar echt vaart achter te zetten. We zien nu één kraan op de achtergrond. Maar wat wij willen is dat er op diverse plaatsen in de stad bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. Ook om jongerenhuisvesting te realiseren. Overigens voor alle doelgroepen. En krijgt de burger daarvoor de rekening of valt het mee? Nee, dat is een andere ambitie die we hebben. De lasten laag houden. En bijvoorbeeld voor de afvalstoffenheffing. Daar vangen we een deel van de verhoging vanuit Rijk op. En de hondenbelasting die gaan we fors verlagen. Die gaat ruim gehalveerd worden. We hebben hele mooie voorzieningen. Willen we die behouden, dan moeten we ook een stad zijn die een beetje groeit. In plaats van een stad die of stilstaat of krimpt. Er wordt aan alle kanten geïnvesteerd. We hebben de wethouders al gehoord. En u mag ook nog gaan investeren. Ja, ik heb ook een beetje extra gekregen en dat wordt wat mij betreft vooral besteed aan veiligheid. We moeten zorgen dat deze stad nog veiliger wordt. We hebben daar de laatste jaren echt al hele mooie slagen in kunnen maken. Maar daar gaan we mee verder. En er komen natuurlijk ook nieuwe thema's op ons af op dat vlak. Ondermijning, radicalisering, cybercrime. Dat zijn allemaal veiligheidsvragen van deze tijd. En die vragen ook extra investering. En daar gaat u mee aan de slag? Wat mij betreft zijn we al mee aan de slag en daar gaan we extra stappen in zetten.